Hoi en welkom bij FEM. Vandaag wil ik jullie laten zien hoe je in exact 1 minuut je ogen goed kan opmaken. Want soms heb je nou eenmaal gewoon haast, ben je te laat of wat dan ook. En het is altijd wel lekker om gewoon iets op je ogen te hebben. Dat je gewoon tenminste, ja, dat je ogen een beetje opvallen. Wat ik meestal doe als ik haast heb, is dat ik gewoon even snel BB cream opdoe en mijn ogen en klaar. En ja, ik deel graag mijn snelle truc. Wat ik ga gebruiken is het volgende. Als eerst een bronzer. Een blending brush, een vloeibare eyeliner en een mascara. Natuurlijk kan je ook alles skippen en alleen mascara opdoen bijvoorbeeld. Maar ik vind het ook wel fijn als mijn ogen iets meer hebben dan alleen mascara. Dus ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe en ik ga het timen. Dus als je wil kan je meetimen. Je kan het ook zien nu beneden bij het YouTube tellertje hoe lang het duurt. En het gaat precies een minuut duren. Dus 3, 2, 1. Go. Het eerste wat ik ga doen is met mijn blending brush in de bronzer. En dit als oogschaduw slash basis gebruiken. En waarom doe ik dit? Bronzer is echt super makkelijk als basis. Het past vaak heel goed bij je huidskleur. En ik moet wel iets gebruiken, anders gaat die eyeliner stempelen omhoog. Zo. Je kan natuurlijk ook gewoon oogschaduw gebruiken. Maar echt als ik haast heb om de een of andere reden, bronzer werkt heel goed. Zo. Dan ga ik verder met de eyeliner. En ik gebruik een pennetje. Oep, mijn spiegel. Zo. Hier moet je wel even handig in worden. Vroeger kon ik hier wel 5 minuten over doen. Tegenwoordig gaat dat iets sneller. Eén laagje, meer niet. Dit is niet de allerbeste mascara, kan ik zeggen. Ik breng hem trouwens alleen op mijn bovenwimpers aan. Hij is een beetje klonterig. En voilà, het zit erop. Ik heb eigenlijk alleen mascara op mijn bovenwimpers gedaan. Je kan natuurlijk ook nog je onderwimpers doen, maar dat kost weer een half minuut. En bla bla bla. En je kan ook oogschaduwbasis gebruiken, oogschaduw. En voor je het weet ben je 10 minuten bezig met de look en kom je te laat. Dus de snelste manier is heel snel een bronzer aanbrengen. Eyeliner kan ook, wat ik heb gedaan. Ik heb het niet volledig gedaan, ik heb het alleen aan de buitenkant gedaan. En mascara, hop 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 hop, klaar. 1 minuut. Doe er eventueel iets van een BB cream bij, een lipbalsempje en je bent helemaal klaar om de deur uit te gaan. Dus, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad en ik ben benieuwd hoe snel jullie het kunnen. Kan jij dit ook binnen 1 minuut? En wat is jouw tip om zo snel mogelijk een ooglook te maken in zo kort mogelijke tijd? Laat het achter bij de comments. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doei! Het is echt essentieel wat mij betreft. Dit moet er gewoon bij. Het zijn allemaal leuke kleurtjes en ik vind dit vervangt...